Het is vandaag 6 augustus en we staan op Scheveningen hier en we gaan lekker rocken hier op Schollepop. Heb je wel eens seks gehad? Ja. Met condoom? Ja. Vind je het irritant of ging wel? Ja, ging wel gewoon. Gebruik je ook altijd een condoom, of niet? Nee. Zelden. Heb je een relatie, of niet? Ja. Altijd met condoom? Ja. Maar er zat een twijfel bij, of niet? Dat was een twijfel. Ja. Als je seks hebt, gebruik je altijd een condoom? Altijd. Altijd een masker op als je seks hebt? Dat ook. Was het zo'n hele geile avond en dat je allebei erachter kwam, hey, geen condoom bij ons, maar fuck it, we gaan het gewoon doen zonder? Ze zat aan de pil. Ja, maar ja, de pil werkt niet tegen SOA's. Dat is inderdaad waar. Ja, je kan nog altijd een handje op bijvoorbeeld. Sorry? Zeg maar aftrekken. Er is inderdaad nog een hoop te doen inderdaad, behalve neuken zelf. Ooit laten testen? Nee. Ik ben niet zo'n partyboy dat hoeft, zeg maar. Heel veel jongens zijn in ieder geval bang dat ze met zo'n gigantisch scherp ding in je pisbuis gaan. Gebeurt niet meer, hè? Nee, gelukkig niet. Weet je waar je terecht kan voor een SOA-test? Ja, dat is het probleem, dat weet ik dus niet. Nou, nu weet je het wel. Dat kan bij Sens. En het SOA-centrum in Den Haag. Kun je gewoon gratis en kijk, helemaal perfect, gratis en anoniem. Kun je daar terecht om een SOA-test te doen? Ja. Ik ben helemaal dol op anoniem. De raarste plek waar jij ooit seks hebt gehad? Ik denk de toilet of zo. In een kleedhokje bij een zwembad van een, hoe heet dat? Van zo'n bungalowpark. We hadden een parkje achter onze school en daar heb ik regelmatig met mijn vriendin wel eens wat leuke dingen gedaan, ja.